Niet je moerstaal, anderstalige in Nederland. De podcast. Vandaag zit ik voor de podcast Niet je moerstaal naast Vincent Bijlo. Hey, goedemiddag. Hallo. Hallo. En ik noem jou nooit uh, Vincent. Ik zeg altijd Vin. Want uh, wij zijn al heel lang getrouwd. <laughs> dus. En nog veel langer samen. Ja, en nog veel langer samen. Dus ik zeg gewoon, Vin... Uh, ik zeg, Finn, jij was de eerste die mijn boek uh, heeft gelezen. Ja. En? Nou, ik vond het al. Uh, ik heb de hele opbouw natuurlijk meegemaakt. En het uh, de idee ook van, van uh, de, de mensen interviewen, de elf mensen die erin staan. Ik vond het idee meteen al heel goed. Uh, vooral omdat het heel veel mensen uit heel veel verschillende windstreken zijn. Dus mensen over de hele wereld komen aan bod. Ja. En het idee van de van de bespiegelingen van jou daartussendoor is ook erg mooi. En um, dat het uiteindelijk ook heel mooi gelukt is om één lijn door te trekken in het hele boek. En al die bespiegelingen ook te laten aansluiten op de interviews. Dat is erg mooi. Ja. De, Heb je zelf wel eens aan een emigreren gedacht, eigenlijk? Nee, echt helemaal werkelijk nooit. Nou, ik wilde wel eigenlijk in Leuven gaan studeren. Daar spreken ze ook Nederlands. Ja, ja maar je ja, hebt ook een Belgisch geïnterviewd, uh, ja. dus <laughs> dat is ook al buitenland. Ik was van plan om in Leuven te gaan studeren, mm. maar toen stopte ik al Heb <laughs> de studie, dus dat ging oh. niet meer. Uh, dat leek me leuk om iets van de wereld te zien en, uh, en, en, en dichtbij te zijn ook. De wereld, België. Hè? Mm. Mm. Ja, dat is ook goed. Um, maar verder heb ik nooit, ik heb wel heel veel in mijn jeugd naar Engelse zenders geluisterd. Ik was uh, echt uh, 8-9 toen luisterde ik al naar de BBC op de middelgolf. Vond ik geweldig. Uh, Duitse zenders luisterde ik ook veel. Ik luisterde heel veel op de korte golf naar alles wat ik kon krijgen. Dus ik was altijd wel in vreemde talen geïnteresseerd. Ook omdat het zo magisch was, omdat het van zover kwam. Ja, spreek je die... veel talen? Nou, nah, niet echt. Ik kan een beetje Engels, een beetje. Nou, Frans niet echt, want zak zou ik echt moeten leren. Duits lukt redelijk. En Nederlands en uh, een heel klein beetje Italiaans. Dat kon ik eerst beter, maar dat is weer helemaal weggezakt. Weggezakt. Ja, je moet wel onderhouden, he? de ja, taal. Ja, altijd. Anders uh, zakt het weg. En je moet gewoon durven. Ja. Durf jij? Nou, zoals je moet. Ik was in 88, nee in 91 was ik in Italië bij een gezin waar niemand uh, uh, Engels sprak. En toen had ik, ik kende geen woord Italiaans, maar ik kende een beetje Frans en een beetje Latijn. En uh, toen ben ik maar gaan klooien. Hmm. Het woord uf moest ik ei weten in het Italiaans, uf in het Frans. Toen dacht ik maar, dan zal het wel Uovo zijn. En verdomd zeg, dat was het toch? <laughs> ja. Dus gewoon experimenteren en doen. Ik, ik heb met Engels en Duits heb ik soms wel moeite. Ik heb opgetreden voor het parlement in Noordrijn-Westfalen, voor mm -hmm. het, het boendesparlement. en van de Bundesla van het boendesland. En toen uh, hadden we een voorstelling gegeven daar, over de eerste wereldoorlog. En toen stond ik na afloop met parlementsleden te praten. En was ik in het begin was ik erg beschaamd, omdat mijn niveau van spreken tijdens de voorstelling zo afweek. van wat ik daarna kon. Maar ze hielpen er mij enorm bij en al heel snel kwam dat goed, omdat ik dan je moet vertrouwen krijgen natuurlijk dat het, dat het lukt. Maar je hebt natuurlijk altijd het idee van ik, uh, ik, ik kan me niet dat in alle hoeken en gaten van de taal uit, wat ik natuurlijk heel graag wil altijd. Ja, wat schaam jij je dan ook een beetje als je fout maakt? Of als je denkt van oh, ik wil dit zeggen, maar het kan, dat lukt me niet. Dan worstel meer eigenlijk. Hmm. Met, uh, met het goed, goed in, in die taal te krijgen. Nee, en... ik schaam me niet zozeer, uh, misschien in het begin een beetje, maar. Ja, je doet dat ook altijd op een soort, soort, met een soort charme natuurlijk of zo. Hè. Ja, de ander weet dat jij een, niet een moedertaalspreker bent van die taal natuurlijk. Precies, ja. dat weet hij ook, inderdaad. Ja. En, en, en daar, dat geeft je heel veel krediet. Ja. Dus het is, en en ook, wat heel vaak ook helpt, is, is dingen omschrijven en synoniemen zoeken. Als je een jij zelf, uh, hou jij zelf altijd rekening met, met het feit dat mensen anders talig zijn als ze anders talig zijn? Ja. Ik probeer de, de dialoog heel open te houden. En ik probeer ze ook niet te veel uh, te corrigeren en alles voor te zeggen. Wat ze zouden willen gaan zeggen. Ik probeer echt heel erg uh, naar ze te luisteren. En, uh, en, en ze te verstaan, om ze te, te begrijpen. Maar niet steeds de dialoog blokkeren door uh, zelf alles al in te vullen. Ja, kan soms wel helpen, hè, een beetje. Ja, maar okay. niet meteen. Je moet wel ruimte nee. in laten. Ja. Jij werkt wel met anderstalige muzikanten. Ja. Uh, heb jij dan wel het gevoel dat er miscommunicaties zijn door de taal? Nee, niet echt. Want uh, muzikanten zijn natuurlijk heel erg gewend om. Uh, dat ze met allerlei mensen die. Uh, heel vaak is Engels de tussentaal. Mm -hmm. Ook Duitsers spreken dan Engels of Oost-Europeanen. En uh, dan, dan is het voor niemand zijn moedertaal. Dus dan. Um, krijg je een soort, soms een soort krukkige conversatie met veel gelach en gedoe en zo. Maar dat, dat wijst zich altijd vanzelf aan. En miscommunicaties zijn er nee, eigenlijk nooit. Omdat, omdat we daar allemaal beducht op zijn, dat ze, dat ze kunnen plaatsvinden. Ja. Ja. We keken laatst naar uh, De Wereld Draai Door, laatste uitzending van Matthijs van Nieuwkerk. En toen biechten die op waarom hij eigenlijk nooit buitenlandse gasten had. Ja. Namelijk omdat hij zich gewoon schaamde voor zijn eigen Engels. Ja. Ja. En wat vond jij daarvan? Ja, dat is heel jammer, want daarmee uh, ontneem je jezelf uh, natuurlijk heel veel um, uh, mogelijke gasten, maar... Ja, nou, en ons te kijker. En ons te kijker. Um, maar ik begrijp het ergens wel een beetje, omdat hij natuurlijk voor. Het, hij is een enorme perfectionist. Dus hij wil voor zo'n uh, groot publiek. Wil hij dan slagen? Wil hij succesvol zijn? Maar eigenlijk zou hij dan gewoon is in de zomer of zo. Of zou, zou hij uh, over die angst heen moeten. Door gewoon heel veel Engels te gaan praten. En door, dat, door het gewoon te doen. En maak dan maar eens gewoon een proefje. Wat niet uitgezonden wordt met iemand. En dan maar eens checken hoe dat gaat. Ja, zou ik zeggen. Ja, maar dat ik dat niet eerder wist, want anders had ik hem. Ja, dan we hem had hij zeker uh, ja. bij mij op les Hij had, had hij bij jou op les. Hij vond jou leuk. Dus, en hij, er staat ook een uitspraak in mijn boek, die, ook, die ik ook weer van iemand anders heb. Perfectionism hurts more than it helps. Ja, ben dat je? is ook zo. Ja. Ja, 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 dat is absoluut zo. Maar het is wel heel menselijk. Want, hm. um, zeker. zeker als je in je eigen taal heel erg goed bent. Dan wil je dat natuurlijk in een andere taal ook zijn. Ja. Maar dat moet je accepteren: dat dat, dat, dat anders is in een, in een andere taal dan je moedertaal. Ja, en, en maar vooral doen. Want als je dat namelijk doet en je bent gewoon een, 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 een tijdje bezig, en dat is, dat is echt maar 10 of 15 minuten, dan lukt het af veel beter. En dan, en dan kom je van je scha schaamte af. En dan, dan wordt, het, je wordt je fluency wordt vanzelf heel snel beter. Ja. Heb je iets uh, geleerd van dit boek? Van Nietzsche Moer Nou, kijk, omdat ik al zo lang met jou samen ben. Mm -hmm. ken ik natuurlijk jouw hele, uh, jouw hele gedachtegoed over hoe je moet omgaan met mensen. En dat is ook heel erg mijn gedachtegoed. Dus kijk, het gaat natuurlijk altijd om de open blik: om mm. elkaar de ruimte te geven en om. Uh, om uh, uh, inderdaad te accepteren. Dat je taalniveau zo is en dat dat van de ander zo is. En dat, dat taal inderdaad niet altijd de sleutel tot integratie is. En dat, uh, en dat er heel veel vooroordelen bestaan. Dat wordt met dit boek heel erg goed uh, um, uh, benadrukt ook. En het geeft een hele leuke kijk van al die mensen uit al die verschillende culturen op ons. Waardoor, en dat heb ik er wel echt van geleerd, ik wist dat al wel. Maar je leert wel weer met andere ogen naar je eigen land kijken. En dat is wel heel. Mooi om dat te lezen. Ja. ja, dat is leuk hè. En ik beschrijf ook in het boek uh, ja, onze eerste ontmoeting. Dus ja. Hoe vond je dat om, uh, om dat ja, op gedrukt papier te lezen? Nou, dat is, dat is natuurlijk heel erg leuk. <laughs> kan je het voorlezen dat eigenlijk? Dat het over jezelf gaat. <laughs> kan je het stukje voorlezen? Ja. Ook de klank van je stem kan veranderen in een andere taal. Vincent, ja. Finn dus, werd <laughs> verliefd op mij omdat hij mij in het Engels hoorde voorlezen. Omdat ik het, dat het jaar daarvoor had gestudeerd en was overgestapt naar Ja, Engel... muziekwetenschap. Ik had er een stukje... Oh, pardon. Gedipt. Ja, muziekwetenschap. Omdat ik dat daarvoor had gestudeerd en was overgestapt naar Engelse taal en letterkunde, had Marcel aan mij gevraagd of ik een Engels boek over Middeleeuwse muziek wilde komen voorlezen. Hij had dit nodig voor zijn studie. En laat middeleeuwse muziek nu uitgerekend het vak zijn dat ik had overgeslagen, wetende dat ik toch Engels zou gaan studeren. Nu was het dus het verzoek om het boek alsnog helemaal voor te gaan lezen. Oh. Voorlezen is een geheel andere bezigheid en vaardigheid dan lezen. Ik had ronduit een hekel aan voorlezen en deed het nooit. Hmm. Behalve. Dat meisje in de videoclip van Lionel Richie's Hello had ik tot dan toe nog nooit een blind iemand gezien. En nu dan dit verzoek van de eerste blinde die ik ooit in persoon ontmoette, mijn broeders. Ik kon niet weigeren, ondanks mijn hekel aan voorlezen. Marcel zou alles wat ik voorlas op cassettebandjes opnemen. Het waren uitgeconcentreerde sessies die best veel van mij vergden. Tijdens het voorlezen kon ik alle fonologische lessen die ik ondertussen bij mijn nieuwe studie aan het leren was, in de praktijk brengen. Met hardop lezen train je vele spieren in je mond en strottenhoofd waarmee je de klanken van de nieuwe taal moet maken. Dat wist ik toen nog niet, maar ik kwam er gaandeweg achter. Na twee uur lezen vroeg Vincent altijd of ik bleef eten. Ik woonde toen bij een hospita en dat meestal alleen. Zo kreeg het voorlezen nog een welkome beloning. Ik vond het gezellig om bij hen te eten. Omdat we alle drie een andere studie deden, hadden we allemaal veel om over te praten. Ze vonden alles wat ik zei interessant. <laughs> Althans, zo herinner ik mij dat. Ja, precies. Ook over de regio waar ik vandaan kwam wilden ze alles weten. Dit was voor mij een nieuwe ervaring. Bij de studie muziekwetenschappen was ik de enige geweest, degene geweest die het minst van muziek wist. En nu, bij de studie Engels, was ik de enige die nog nooit in Engeland was in geweest. Een Engels sprekend land was oh. geweest. Ja. Ik voelde me een provinciaal met een net niet goede kleding en te weinig intellectuele bagage. De Badelbroers vonden mij stoer omdat ik Engels studeerde en mijn uiterlijk deed niet ter zaken. Later heeft Vincent mij verteld dat hij de cassettebandjes van zijn broer leende om naar mijn stem te kunnen luisteren. In het Engels is mijn stem wat lager en melodieuzer. Hij kon er uren naar luisteren, zonder er een woord van te begrijpen. Dat gold trouwens ook voor mij, want ik was zo druk met het goed uitspreken van de moeilijke tekst, dat ik geen idee had wat het allemaal betekende. Het boek was ontzettend dik, honderden pagina's, en ik ben maandenlang, elke maandagmiddag, bij de beide boers op bezoek geweest. Tussen Vincent en mij broeide er wel van alles, want na het eten gingen we ook altijd nog even muziek maken. Lionel Richie's hit Hello hebben we inderdaad diverse malen gezongen, maar toen het boek uit was, was de verkering nog niet aan. Nog ruim een jaar hebben we om elkaar heen gedraaid voor het aanraakte, en daarna is het ook niet meer uitgegaan. <laughs> nee, dat blijkt wel weer. Want we zitten hier Ja, we zitten hier nog steeds Op de bank. Na, 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 na nou, 32, 35, 30, ja. Ja, 35. 35 ja. Dat is 35 jaar geleden? Ja. En zal ik dan tot slot nog even voorlezen wat ik wat jij mij dan het eerste hebt horen zeggen oh ja, in ja, het ja, Engels. Ja. Het begin van dat, van dat hele dikke Richard Age Hoppin Medieval Music. Chapter 1 Historical Introduction If art holds, or at least used to hold, a mirror up to life, music too reflects the society that gave it birth. And that vind ik zo'n mooi citaat, omdat ja. wij uiteindelijk daarna nog altijd met de kunst bezig zijn. Ja, ja, dat is een ontzettend mooie zin. Ja. Heel veelzeggend. Daar zat eigenlijk alles al in, eigenlijk. Oké, okay, nou dankjewel voor dit gesprek, Vin. Nou, graag gedaan, Mariska. Maris. Deze podcast hoort bij Niet Je Staal. Het boek door Mariska Rijmerink. Dat ben ik dus. En vandaag sprak ik met Vincent Bijlo...